toen ze je uitspraak had gedaan, had u toen verwacht dat ik het wel goed zou gaan maken? Of welke verwachting had u dat toen? U er beter zou uitkomen. Ja. Bent u dan op zo'n moment er ook mee bezig? Of? Nee. Want u had nu toegestemd met het gesprek tussen ons. Ja. Dus u bent wel nieuwsgierig naar hoe ik het nu maak. Heel nieuwsgierig. Hoe dat het dan uiteindelijk... Ja, want u leest een dossier, hè, wat verschrikkelijk was in mijn geval. Maar u ziet dan een persoon voor u staan. Ja. Had u dan ook niet zoiets van, allez, hoe is dit mogelijk geweest? Want je ziet een persoon, maar je ziet de feiten en je weet ook wat ik ervoor nam. Hoe kijkt u daar? Ik ga nu spreken niet als in mijn functie van rechter, mm-hmm. Maar in functie van iemand die het dossier kent. Hè? Ik begin zo'n dossier te lezen van voor naar achter. Ja. Hè? En terwijl ik het dossier aan het lezen ben, ik weet dan natuurlijk hoe het verhaal eindigt, heb ik heel de tijd gevoeld dat het niet goed ging eindigen. Ik ben beginnen lezen en ik heb heel de tijd aangevoeld, dit gaat verkeerd aflopen. Dit is De Rechtbank na de feiten. Een podcast die begint waar het verhaal meestal eindigt. Na de feiten. Na de veroordeling. Na de straf. Hoe gaan de dingen daarna verder? In dit gesprek hoor je Stefan. Ik hoop dat mevrouw de rechter mij bekijkt als een gewoon persoon. Hij gaat in gesprek met Arianne Braccio, de rechter die hem veroordeeld heeft tot een lange gevangenisstraf. Voor doodslag. Ik heb heel de tijd aangevoeld, dit gaat verkeerd aflopen. Ik had niet verwacht dat ik tot zoiets in staat zou zijn. Nooit. Na een veroordeling gaan rechter en veroordeelde elk hun eigen weg. Ze spreken elkaar normaal gezien nooit meer. Dus u hoort de straf en dan is eigenlijk alles dicht. Ook al blijven er vragen... Voor mij zijn er heel veel vragen. En ook al zijn die vragen vaak moeilijk... Vond u het gemakkelijk om mij te veroordelen? De gesprekken in deze podcast zijn niet evident. Voor mij hoeft het leven niet meer. Het mocht stoppen toen, hoor. Maar ze zijn belangrijk en nodig. Dat is wel een beetje ontmoedigend, hè, wat u zegt voor ons als rechter. Het is wel de realiteit. In deel 2 van het gesprek gaat het over de veroordeling en de gevangenisstraf. Arianne Braccio kan niet alles vertellen. Ik kan u natuurlijk niks over het beraad geven, hè. Maar binnen de contouren van wat kan, wil ze wel een inkijk geven in de vaak moeilijke afwegingen die rechters moeten maken. Vond u het gemakkelijk om mij te veroordelen? Ja en nee. Het was gemakkelijk in die zin, en misschien hoort u dat niet graag, maar het was een levensdelict. Ja. Het was een levensdelict. In welke omstandigheden ook... Het is gewoon het zwaarste misdrijf dat we kennen, hè, in ons strafwetboek. Met dat verschil dat er geen voorbedachtheid was. Maar goed. Dus in die zin is het niet moeilijk om de schuldvraag positief te beantwoorden. En zeggen, ja goed, Stefan is er schuldig aan. En nu moeten we daar een straf tegenover zetten. U bent uiteindelijk veroordeeld tot 17 jaar. Ja. Ik weet niet meer wat dat de vordering van het Openbaar Ministerie was. Weet u dat nog? 20, ja, maximale gevraag. Hebben die 20 jaar gehad? Dat wist ik dus niet meer. En houdt u op dat moment al rekening met eventuele 1/3 vrijheid? Nee. Nee? Nee. 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 Strafuitvoering is iets... Vanaf het ogenblik dat wij ons vonnis uitspreken, is het voor ons gedaan. Wij weten niet wat dat er daarna gebeurt. Naar welke gevangenis u gaat, wanneer u precies in aanmerking komt voor uw verzoek tot vrijlating in te dienen.
wat de strafuitvoeringsrechtbank zal beslissen, dat is voor ons één blinde vlek. Dus ik houd daar... Ik weet niet, misschien zijn er collega's die dat wel doen. Hè? Ik houd daar geen rekening mee. Het was een levensdelict. Dat is heel duidelijk. Een zwaarste misdrijf dat we kennen in ons strafwetboek. Dus in dat opzicht was het niet moeilijk. Maar goed, en ik moet dat heel vaak zeggen, iedereen die betrokken is in een procedure, heeft maar één belang en dat is zijn eigen belang. Dus voor een slachtoffer is het eigen belang een zo hoog mogelijke straf. Voor een beklaagde is het eigen belang, denk ik, een zo laag mogelijke straf. En voor de procureur is het een maatschappelijk correcte straf. En dus wij kunnen nooit zeggen, we gaan alleen rekening houden met wat een slachtoffer wil, of wat een beklaagde wil, of wat de procureur namens de maatschappij wil. Wij moeten met al die factoren rekening houden om tot een evenwichtige beslissing te komen. Want anders zouden wij ook geen rechter zijn. En wat betekent dat onder andere voor het slachtoffer? Met wat houden wij rekening? Welk leed is er veroorzaakt? Hè? We weten allemaal dat in dit geval dat een mevrouw was met veel problemen, hè, maar waar ook nog wel een kind was. Het is ook definitief onmogelijk geworden voor dat kind om ooit nog een affectieve band met de mama te hebben. Hè. Ja, dus, dat is hard. Hè, ja. Daar houden we rekening mee. Hè. Dat is... Maar uw belang, waar wij rekening mee houden bij een beoordeling over een straf, en dat staat ook gewoon in elk vonnis, is... uw gunstig strafblad. U had geen noemenswaardige problemen. Nee. Hè? Er waren geen schulden. U had werk. Uw werkgever was u heel gunstig gezind. Uw werkmakers waren u heel gunstig gezind. Er waren geen noemenswaardige andere sociale problemen of familiale problemen. Uw leeftijd ook. Hè? Jong. Dus... uw schuld in zich toch wel. Ik heb u ervaren op de zitting als iemand met heel veel schuld in zich en oprechte spijt. Dat klopt. Ja, dat heb ik. En ik denk dat na al die jaren ik het verschil kan duiden tussen wanneer het oprecht is en niet oprecht is. Dus eigenlijk kortom, uw persoonlijkheid. Dus daar houden wij ook rekening mee. En dan kom je tot een straf van... 17 jaar, waarbij wij geen rekening hebben gehouden met na 1/3 is er de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Maar u heeft het toch uitgesproken in uw vonnis? Wat heb ik uitgesproken? Hoe heeft u het net gezegd? Als ik mij zou laten begeleiden, mij zou herpakken, ja, dat ik dan een tweede kans zou krijgen... Ja. Dan vermoed ik toch dat u dan op dat moment wel opteert naar de 1/3, niet? En dat nee. U niet gaat zeggen van na 17 jaar gaat u nog een tweede kans krijgen. Nee, in want dan is het leven ook voorbij, hè? Ja, natuurlijk. Ja, indirect dan misschien. Maar u bent nog altijd jong, maar u was toen zeker jong. 17 jaar is een straf die perspectief biedt. Ja, zo heeft hij het ook op de zitting gezegd. Ja. Voilà. Ja, klopt. Kijk. En misschien in ons achterhoofd zal er dan wel zitten van... Ja, goed. In België zit niemand zijn gevangenisstraf volledig uit en zij je een recidivist bent of een onverbeterlijke of een hele gevaarlijke, weet ik wat. Ik zeg het, met strafuitvoering hebben wij weinig, tot onze grote spijt natuurlijk, maar daar hebben wij weinig zicht op. Maar 17 jaar was een straf die nog perspectief gaf, dacht. Ja, denk ik inderdaad wel. Ja. Perspectief. Dat is wat de rechtbank Stefan wil geven. Maar wat de rechtbank uitspreekt, is een vonnis. Een straf. Een getal. 17 jaar. Voor Stefan is dat op dat moment een half leven. De straf wordt uitgesproken, dan, ja, hè, veroordeeld tot 17 jaar. Ja, wat gaat er dan door u heen op dat moment?
op dat moment, wat ik zeg, een waas van, ja, dat is lang, hè. Op zo'n moment, ja, dat was echt zo van 17 jaar, ja. Ja. Dus... Was u verrast toch nog door die 17 jaar? Maar ik was al blij dat het geen 20 was, natuurlijk, ja. Ook. Dus, ja. Dus u hoort de straf en dan is eigenlijk alles dicht. Ja, dat ging een soort waas. Zo. Ik hoorde op dat moment niks meer. En ja, ik zat echt 17 jaar in de gevangenis. Hoe ga ik daar doorkomen? Zo zeiden eigenlijk al wat bezig dan op dat moment. Dus alles wat u daarna nog vermeld heeft, daar heb ik dus niks van binnen gekregen. Want ja, het is moeilijk geweest voor mij ook. En zeker de aanvaarding van wat ik gedaan heb. De straf op zich, dat boeide mij eigenlijk zo niet. Maar hetgeen wat ik gedaan heb, die aanvaarding, die is veel harder hoor. Alles gaat dicht bij Stefan wanneer hij zijn straf hoort. 17 jaar is veel. Maar er komt een eind aan. Ooit. Waar nooit een eind aan komt, is aan het besef van wat hij gedaan heeft. Van de pijn die hij aangericht heeft en het verdriet. Hoe moet hij daarmee verder? Hoe moet hij daarmee leven? En hoe stuur je als rechter iemand zo'n verder leven in? Als wij iemand een zwaar straffen, is het altijd mijn gewoonte geweest om dan inderdaad de veroordeelde dan op die moment toe te spreken. En inderdaad te benadrukken dat er, zoals in uw geval, nog licht was hè, aan het eind van de tunnel. Ja, die zijn me altijd bijgebleven. Ja? Die ene zin, ja. Ja, ja, maar ik vind dat heel belangrijk om te weten... Het was ook net of u mij zo... Op dat moment zo'n ruggensteuntje gaf van... Maak er nog iets van, zo. Dat is wel de bedoeling. Daarom zeggen ja, wij dat natuurlijk ik heb er, ook. Daarmee die zin is me heel goed bijgebleven. En ook dat, als een rechter zo'n uitspraak doet... bij mij kwam dat toch hoog. Het is zo dat, denk ik, bij justitie... iedereen altijd een tweede kans krijgt. Niemand, zo ervaar ik het toch niet... zal bij een eerste... misdrijf, onmiddellijk een straf krijgen waarbij elk perspectief ontnomen wordt. Dat geloof ik niet. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op die regel. Hè. Maar dat zou ons nu te ver brengen om het daarover te hebben, denk ik. Maar in de regel moet een straf perspectief bieden. Dat is zo. Zeker voor nog jonge mensen, zeker voor mensen die geen recidivist zijn. Ergens moet er nog licht aan het einde van de tunnel branden. Want anders is alle hoop weg en dan stopt het. Hè? Ja. Een rechter is dan toch nog menselijk. Wat had u gedacht van niet? Of? Dat is toch straf. Wat ik ermee daarbij voor moet stellen, weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval dat het niet gemaakt is. Ik zou het niet kunnen. Nee. Want ja, u moet zich toch... U treedt toch in een ander persoon? Ja, dat is ook absoluut zo. Zo zie ik dat toch voor mij. Als ik mijn toga aantrek, dan ben ik alleen nog rechter. Ja. 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 En dan oordeel ik alleen nog... Is dat gemakkelijk? Wel, ja, je leert dat, ja. Ja, dat is makkelijk. Mij gaat dat makkelijk af, ja. Omdat ik dat natuurlijk ook al heel lang doe en de ervaring daarin heb. Tuurlijk. En dan kan je zeggen, ja, maar als u begon, had u toch die ervaring niet. Maar je begint nooit alleen zetelend. Hè, zoals zitten er twee naast dat mij. Dat zijn gewoon gaan werken, ja. Je wordt bij iemand bijgezet en gaandeweg leer je dat. Dus voor mij is dat makkelijk ondertussen, ja. Beroepsrechters kunnen heel gemakkelijk... kaf van koren onderscheiden, details van hoofdzaak onderscheiden. Wij leren ook een strafdossier lezen, de inhoud daarvan. We zijn ervoor opgeleid en we doen het al ik doe het al heel lang. Dus het gaat mij makkelijk af. Ja, ik ga daar niet over liegen. Dat is misschien geen sympathiek antwoord, maar ik heb geen moeite om strafdossiers te inhoudelijk te beoordelen. En daar de juiste, naar mijn aanvoelen, de juiste gevolgen aan te knopen. Ja.
gevolgen. Dat kan Ariane Braccio aan een strafdossier vastknopen. Dat doet ze ook. Stefan gaat niet in beroep. Hij aanvaardt zijn straf. En hij leeft met de gevolgen. Maar wat houdt dat concreet in? Dat is voor Ariane Braccio als rechter een blinde vlek. En daar is ze dus heel nieuwsgierig naar. Ja, ik kan mij niet inbeelden hoe dat eraan toe gaat in de gevangenis. Word je daar opgenomen in een bepaalde gemeenschap tussen haakjes? Maak je daar vrienden? Zit je alleen op een cel? Ik weet het niet. Hoe... Ik ben binnengekomen, heeft men mij onmiddellijk op een duocel gelegd. Dus ze liggen met tweeën. Je hebt ook een quattrocel, dus dat is je met vieren. Maar je hebt ook enkelcellen dan. Dat moet je aanvragen. En dan heb je een wachtlijst van een aantal maanden. En op het moment dat er iemand weggaat, ja, dan komt er een cel vrij. Dan kan er iemand op een cel alleen gaan. Ik heb dat dus ook onmiddellijk aangevraagd. Ja. Voor gewoon voor alleen te zijn. Ja, dat begrijp ik nu wel. Ja. Het samenleven met een vreemde, dat is niet iedereen gegeven. Ja, op een paar vierkante meter. Hè? Ja, klopt. Ja. Cellen zijn maar klein. Ja. Drie meter, zeggen ze, op vier misschien. Dus ik heb mij afzijdig gehouden. Ik denk dat er dik 80% voor drugsdelicten zitten. Ja. En er is heel veel drugs aanwezig. Ik weet niet of u daar weet van heeft. Nee, dat wordt wel altijd gezegd, maar u bevestigt het nu dus. Ja. Ik heb op één dag meer drugs daar gezien als 30 jaar in mijn leven buiten. En hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik heb ooit eens een bol wiet gezien, zo groot als een tennisbal. Daar verschoot ik ook van. Hoe kan dat zomaar binnenkomen? Ja, ik heb er natuurlijk nooit gezeten. Ik weet het niet, ik durf daar niks over zeggen. En ja, door de drugs, men vraagt, men geeft, maar men betaalt niet, waardoor redelijk veel vechtpartijen ook altijd... Ja, is dat een gewelddadig leven in de gevangenis? Ik heb nooit problemen gehad, maar ik heb me wel met een klein groepje bezig gehouden. Ook allemaal met dezelfde delicten als ik, plus minus. Ja. En wij waren heel rustig en ja, we hadden allemaal hetzelfde meegemaakt, allemaal hetzelfde gevoel. Ja. Ook dezelfde gedachte van, wij willen hier uit, we willen hier ook aan werken, we willen terug een beter persoon worden. Maar ik heb me nooit een moment bezig gehouden met die mensen met mijn drugs, nee. Nooit. Nee. Dus dat is toch mogelijk dan? Je kunt afzijdig blijven. Om je afzijdig te houden. Dat is wel mogelijk, ja. Dus het is niet zo dat... Hè, want u heeft er toch een tijd verbleven. Je moet u daar toch zien te handhaven, hè? Ik heb geen problemen gehad. Nee. Maar is dat nu misschien mijn eigen persoonlijkheid? Ja. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar u zegt mij, ik ben veranderd. Hè. Vroeger was ik veel, veel impulsiever, ook agressiever. Ik dronk ook meer. Nu ben ik dat allemaal niet. Heeft de gevangenis u dan toch... Is uit die straf dan toch iets goed gekomen? Bij mij wel, ja. Ik heb tijd gehad om te denken. Ik heb mijn leven enkele malen opnieuw beleefd. En dan... proberen fouten te zien. Dit had anders gekund, dat had anders gekund. Dus ik ben er wel effectief mee bezig geweest. Ja. De gevangenis confronteert Stefan met zichzelf. En met wat hij gedaan heeft. En dat is heftig. Een tijd lang wil hij uit het leven stappen. Dat vertelde hij eerder in deze podcast. Hij zoekt hulp. Voor het eerst in zijn leven. Ik had een psycholoog. Daar ging ik dus om de twee weken, al drie weken naartoe. En die heeft mij er toch heel doorgeholpen. Het traject dat je in de gevangenis kan afleggen. Ja. Dat helpt. Ja, dat helpt. Maar mijn psycholoog was voor mij, ja, dat is de grootste hulp geweest. Ja. Ja, dat vind ik wel tuurlijk fijn om te ook, horen. Om door blijven te zetten. Ja. Je hebt het nodig om door blijven te zetten, om je kraag uit te halen. Maar mijn psycholoog, ja, met zoveel, wat is het allemaal, wettelijke dingen en psychische
elementjes zeker, heeft hij mij er altijd op mee ingesproken. En mij duidelijk gemaakt van zo en zo en zo. Dus, ja. En de opsluiting als dusdanig, hoe kijkt u daar naartoe? Zoveel jaren van uw vrijheid beroofd zijn. Ik heb veel kunnen nadenken. Ik heb mijn leven terug op de rails kunnen zetten. Voor de rest heb ik daar gewerkt, zodat ik de behoorlijke partij en mijn gerechtskosten kan betalen. Ja. Maar vooral het nadenken heeft mij heel veel geholpen. Dus, maar ik was er ook mee bezig. Mm-hmm. Maar er zijn er niet veel die echt met hun zaak bezig zijn. Dat is ongelooflijk om te zien. Het boeit hen ook niet. Ja, want u heeft daar nu... u heeft een aantal jaren verbleven in de gevangenis. Is ons idee dat opsluiting een gepaste reactie is op een misdrijf, een lange opsluiting eventueel? Hebben wij het mis als wij denken dat dat helpt of gepast is? Men moet bezig zijn met de gedetineerden, maar men is niet bezig met de gedetineerden. Ja. En daar wringt het schoentje. Ja. Want voor hetzelfde geld... ik ben naar de gevangenis gegaan. Voor hetzelfde geld heb ik me daar gewoon 17 jaar opgesloten in mijn kamertje, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe denkt u dan dat ik op dat moment zou buitenkomen? Ja, niet meer als persoon, maar dan zou ik echt buitenkomen als een flink beest. Hè. Ja. En dat kan. Hè. Ik heb die mogelijkheid gehad. Hè. Het zat nu niet in mij om dat te doen. Ik wou nog iets maken van mijn leven. Ik ben heel bewust wat ik gedaan heb, maar zoals u in uw oordeel heeft vermeld, van nog een tweede kans, dat is me altijd bijgebleven. En daar heb ik aan gewerkt, om die tweede kans met beide handen te grijpen. Mm-hmm. Maar wie is zo gemotiveerd in de gevangenis? Weinigen hoor. Echt weinigen. Dat is wel een beetje ontmoedigend, hè, wat u zegt voor ons als rechter. Het is wel de realiteit. Maar dat weten de mensen buiten niet. Want wij verwachten toch dat een gevangenisstraf ertoe leidt dat er nadien geen nieuwe feiten worden gepleegd. Hè? Die kans vergeet dan maar. Ja. Als je een slecht persoon voor je hebt, die komt buiten en die is nog één erger. Want die heeft zoveel jaar kunnen nadenken van wat ga ik nu doen? Ja. Dit was deel 2 van het gesprek tussen Stefan en Ariane Braccio. In het derde en laatste deel hoor je dit. Welke zijn dan uw verwachtingen nog naar de toekomst toe voor uzelf? Zo gelukkig mogelijk worden. En oké, er is nog één ding. En dat is, ik zou nog graag iemand aan mijn zijde hebben waar ik de rest van mijn leven mee kan doorbrengen. Waar ik nog leuke momenten mee kan gaan doen. Denk je dat dat onmogelijk is? Nee, niet onmogelijk. Nee, toch? Nee. Het zal niet gemakkelijk zijn. Dat heb ik toch wel besef in. De Rechtbank na de feiten is een podcast van Woestijnvis en uitgesproken voor GoPlay en het Nieuwsblad. Deze podcast werd gemaakt door Jocke-Lien van den Broeke, Wouter van Driessen en Laure Balkaan. De opnames gebeurden door Jury Verspecht. De inleesstem was van mezelf, Joris Brijs. Muziek, sounddesign, eindmontage en mix zijn van Jordan Hudson. Grote dank ook aan Hazel Plezier, Anne Dieudonné, Karel Dieriks en Annick Sterks. In deze podcast kwam zelfdoding ter sprake. Heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813... of op www.zelfmoord1813.be.